Ik heb wel een geweldig idee gehad en er is nog nooit iemand opgekomen. Dat is toeval. Als ik daar nou niets mee doe en ik ben straks 80, 90 jaar en ik kijk achterom, dan zeg ik, sukkel, waarom heb je dat niet gedaan? Waarom ben je er niet gewoon aan begonnen? Moeilijk onderwerp ook, hè? Want als je het over de geschiedenis van de mens praat, dan raak je alles. Je raakt echt alles. Het is biologie, maar je raakt ook wie wij zijn tot in ons diepste drijfveer. Erg ingewikkeld, vraag maar eens aan psychologen en psychiaters, dan ja, weet je, waar heb je het niet over, kun je zeggen. Als je alles wegstreept, hou je echt maar één ding over. En die steekt met kop en schouders bovenuit, dat is taal. Dus, onze hersenen vinden hun oorsprong, onze grote hersenen, in taal. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in evolutie en in biologie. Onze afsplitsing van de chimpansees is al 7 miljoen jaar geleden. Toen was taal nog in de verste verte niet te bekennen. Empathie is niet een uniek menselijk eigenschap. Chimpansees bijvoorbeeld hebben dat ook. Mensen spreken al minstens 2 miljoen jaar. Weten we zeker, ja. Denk ik dan nu. Nou ja, toen dacht ik van ja, dat is dan misschien... door eliminatie kun je taal aanwijzen, maar het is ook nog zo dat je dan moet aantonen dat hersenen een hoofdrol vervullen als mensen praten. Nou, dat blijkt zo te zijn. Het is gewoon voor mij een feitelijke vaststelling. Dit zijn de ultieme oorzaken geweest die zich in de afgelopen 2,5 miljoen jaar hebben voltrokken. Eentje heel lang geleden, taal en de grotere intelligentie. Ontdekking van de landbouw pas 12.000 jaar geleden. En de ontdekking van het geld